volgens mij hebben we nu misschien wel het kleedje voor Christine gevonden. Ja, dat is wel spannend, hè? Oké, Christine, kom maar uit je kot. Woe! Amai. De kleur gaat er super goed. En de schoenen ook van... Ook, wow. Ja, nee, de schoenen, ah, de schoenen niet. Oké, oké. Een eleganter sandaaltje. Ah ja, een eleganter sandaaltje. De lengte. Ah, oké, ça va. En wat ga je nu nog doen, Tiani? Ja, ik ga even kijken dus naar die ketting, want die zou eigenlijk nog korter mogen. De ketting. Zo. De ketting moet korter. Ja, wil dat iets verbeteren? Ja, zo is het mogelijk. Dan hebben we eigenlijk voor in de kerk. Voor in de kerk, want het kleedje gaat Christine zaterdag dragen op het trouwfeest van haar beste vrienden. En op die manier, oftewel zo. En zo komt ze dan de kerk binnengewandeld. Dat is ook zo. We willen op zoek naar een partner om met mij in de kerk te. Ah ja, dus je zocht nog een partner om met Christine de kerk mee binnen te wandelen. Your rescue team, hebben we nog iemand? Nog een nieuwe missie. Dat zou super zijn. Look at her, she looks beautiful. Zeg, en Tiani, ze moet met dat kleedje in de douche of zo. Wat had je daarnet gezegd? Het is een klein beetje, ja, natuurlijk van het transport is het een klein beetje opgevallen. Dus als het gewoon tijdens het douchen in haar douchecabine hangt, of gewoon in de badkamer, dan gaat het er allemaal uitstomen. En dan ziet het er picobello uit. Fantastisch. Christine, hoe voelt het? Ja, goed hè, goed. Het is gewoon een kleedje. Dus ik weet niet wat dat mee kan doen. Het is een schoontje. Ja, Tiani heeft het goed gedaan. Ja, oh ja. Jee. Missie geslaagd. Ja, het is geslaagd. Thank you.